Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ja, zij zit in een flow. En dan komt de nummer 3 op bezoek. Traditioneel lastige ploeg, waar het vooral lastig tegen scoren is, Barendrecht. De vraag is natuurlijk, hoe is dat vandaag? Het kan de vierde wedstrijd op rij worden in 2018 waarin HHC ongeslagen is. En dit is een aardig schot van Tiemen van Hezel. Die een hele goede wedstrijd speelde. Zelfs uitgeroepen zou worden tot man of the match. Hemmink, deze week vader geworden. Mooi nieuws voor hem en ook voor hem een mooie uithaal. En wellicht kan Van Bentum er dan in de rebound nog wat mee. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Mooie actie van Gourie. Hemmink. Ja, oh, dit had hem kunnen zijn. Goed gevoetbald. Eerste helft was gelijkwaardig. Beide ploegen kregen kansen. Hier bijvoorbeeld Barendrecht, maar net naast. Poldervaart had het liever anders gezien natuurlijk. Nieuw Barendrecht. Leek gevaarlijker dan het was. Van Hezel. Naar Hemmink. Oh, wat goed afgemaakt. De 1-0 voor HHC. Ja, dit is wel heel erg lekker voor Rick Hemmink. Paku, natuurlijk ontzettend blij. Goed aangenomen, snel gedraaid. Weten waar het doel is. Eigenlijk heeft hij het doel denk ik niet eens gezien. Maar vertrouwt hij op zijn gevoel. En dat gevoel is goed. En dat gevoel zet HHC op een 1-0 voorsprong. Goeie actie van Danus. En opnieuw Barendrecht. Oeh, dat is een aardig schot. Danus heeft daar moeite mee. En de bal verdwijnt uiteindelijk naast het doel. Het was koud, maar toch veel mensen op de Boshoek, ondanks dat de wedstrijd live op Fox was. Veel belangstellenden. Want het gaat natuurlijk goed met HHC, want het komt hier op 2-0. Sargon Gourie maakt hem. Hij is naar de kapper geweest. En dat is strak geworden, maar hij schiet hem ook wel heel erg strak binnen. Geen buitenspel. Goed binnengeschoten, keurig in de hoek. En het staat 2-0 voor HHC. Maar het is nog vroeg in de wedstrijd. Het lijkt me nog niet de beslissing. Hemmink kan hier nog een keer. Gourie zegt, ik had hem wel willen hebben. Hemmink zegt, ik wou het even zelf doen. En Gourie zegt dan weer, nou ja, had het nou niet gedaan. Draadnagel, maar goed. Daar gaat het bijna mis voor HHC. Poldervaart schreeuwt zijn ploeg weer terug in de wedstrijd. Althans, dat probeert hij. 64e minuut wedstrijd. Danus, oeh, had hem misschien moeten hebben. En in de rebound is het dan raak. Ja, voor mijn gevoel had hij deze klem vast kunnen hebben. Je ziet hem gelijk ook balen. 2-1 dus en daar dan ben je toch even van de leg. Dat is even schrikken. HHC leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar ook deze bal gaat maar rakelings naast. En het is dus nu even de kunst om in die wedstrijd te blijven. Om de controle te blijven houden. Kobussen met de vrije trap. Ja, dit is een smash. Een fantastische smash. Barendrecht zegt, er werd geduwd. Ja, nou ik... Wat een rare actie. Natuurlijk, ze gaan het duel aan. Maar goed, penalty voor HHC. En dit kan de beslissing zijn in de wedstrijd. Ik denk dat het hem is. Rens van Bentum schiet hem binnen. 3-1.
dat zorgt voor blijdschap op de tribune. Dat ziet u. En ook op de staattribune bij vak Q. En natuurlijk bij Van Bentum zelf. Prima ingeschoten deze penalty. En zo ligt HSC op koers om opnieuw te gaan winnen. En wat zet het dan een mooie serie neer. Het wint met 3 tegen 1. En zo scoort HSC in de afgelopen 4 wedstrijden gemiddeld 4 goals per wedstrijd. En dat is een keurig gemiddelde, kunnen we toch rustig stellen. Vaku is blij, Van Hezel is blij, want hij was de man van de wedstrijd. Volgende week Achilles 29. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.